Yes, dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Fortnite-update-video. Druk natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee sport je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien de itemshow van vandaag in beeld staan met inderdaad de nieuwe Marvel skins. De Rogue en de Gambit. Die zitten er namelijk op dit moment in. Super dik om te zien. Met natuurlijk ook als bundel te verkrijgen. Toffe loading screen. Noem maar op. Natuurlijk nog heel erg veel andere Marvel skins te koop. Rechts onderin kun je de code terugvragen te vullen. Wie dat ook heeft gedaan, is Jax. Hallo, teveelgevraagd. Ik heb de supporter creator code teveelgevraagd gebruikt bij het kopen van een Spectral X. Hopelijk kom ik in de ochtendvideo. Nou, Jax, dat is zeker weten gelukt. En natuurlijk heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. En we gaan denk ik direct beginnen. Ik heb vandaag nou niet zo heel erg veel dingetjes, jammer genoeg. Maar goed, ik heb wel grappige dingetjes. Nog eventjes een dikke shout-out naar Quintendo voor het maken van de gameplay. Yes, het eerste topic. Nou, laten we eventjes kijken hoe ver we zitten in dit seizoen. Op dit moment zitten we over 3/4 heen, namelijk op 76%. Wat betekent dat we nu nog 25 dagen lang in dit seizoen zitten. Dus we moeten nog eventjes wachten. We krijgen natuurlijk nog één grote update. En die gaat er over een paar dagen al inkomen trouwens. Namelijk op dinsdag. Dus wat gaat eraan komen? Natuurlijk, er komt heel erg veel aan in deze update. Maar ik ga eventjes één ding benoemen waarvan ik nu al zeker weet dat het eraan gaat komen. Namelijk, blijkbaar komen er videotrailers voor creative maps in de discovery tabs te staan. Dus het wordt veel makkelijker straks om te bekijken van, hey, is deze map goed? Is deze map leuk? Weet je wel, dan kun je veel makkelijker eventjes checken wat het is door middel van een mini, ja, gewoon een blokje wat een trailer is. En ja, dan kun je gewoon eigenlijk een filmpje kijken. En dat is zeker weten wat chill dat ze dat erin gaan doen. Dus zeker weten, nice. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over de itemshop van morgen of overmorgen. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, eens deze dagen komt de Inkville Gang in de itemshop. Jawel. Dus dat is zeker weten tof om te zien. We hebben natuurlijk al wel zwart-wit skins. Maar deze komen dus als nieuw erin. We krijgen natuurlijk hierbij pickaxes. Twee namelijk. Natuurlijk ook twee skins. En misschien ook twee backblinks. Maar dat is niet zeker. In ieder geval, zeker weten tof om te zien. Deze kun je halen voor waarschijnlijk. Nou, hoeveel zal het zijn? 1504 bucks of zo voor de bundel. Ik weet het niet zeker, maar goed. In ieder geval, we gaan het dus morgen of overmorgen zien. We gaan gelijk door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over een toernooi wat eraan gaat komen. Een nieuw soort toernooi. Namelijk 2 versus 2 Realistic Test Cup. Jawel. Dit wordt een duo's cup dus. En dit wordt gewoon een sweat cup. Ja, want iedere sweat speelt realistic. Het is ontzettend moeilijk. Je moet namelijk direct bouwen en elkaar proberen te killen. Het is, ja, het is best wel lastig. Maar goed, in ieder geval, dit komt er binnenkort aan. Er is nog geen datum bekend. Er is ook nog geen, geen prijzen bekend. Noem maar op. Eigenlijk best wel weinig is bekend. Maar dat het eraan gaat komen is wel redelijk zeker. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over, jawel, de nieuwe crew pack die eraan gaat komen voor natuurlijk maart. Namelijk over een, misschien zelfs vandaag. Vandaag, morgen of overmorgen. Dan wordt waarschijnlijk de maart crew pack, ja, wordt gelanceerd eigenlijk. Dat weten we omdat bijvoorbeeld het al in de file zit. Dus het wordt straks gede-encrypt op een linkje wat ik achter zal laten in de beschrijving. Namelijk als je naar die site gaat, daar zie je alle info straks over de maart skin. Het zal dus kunnen dat ze dat vanmiddag doen, waarschijnlijk om 4 uur of 3 uur. Het zou ook kunnen dat ze dat pas morgen doen. Maar echt eens deze dagen, want ja, maart begint al over 4 dagen. Dus het gaat niet lang meer duren. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over week 12 questen. Jawel, namelijk jullie zien hier een kaartje. Op deze manier kun je heel erg makkelijk alle questen doen. Ja, dus ik dacht, ik laat het eventjes zien. Voor meer XP moet je zeker weten deze questen eventjes afronden. We gaan gelijk door naar het allerlaatste topic. Yes, en voor jullie heb ik jammer genoeg geen grappig filmpje. Maar ik heb wel eventjes een vraag aan jullie. Wat vinden jullie de minst goede point of interest verandering? Dus map verandering. Ik zag deze langskomen. Dus we hadden eerst stadion en daarna werd het dit. Ja, dit was natuurlijk in chapter 1. Dit vond, ja, ik eerlijk gezegd de meest stomme map verandering die er is gekomen. Misschien ook wel dat Tilted Towers kapot is gegaan. Maar goed, in ieder geval, laat eventjes achter in de reacties wat jij de meest stomme verandering vond in de map. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het zou ook kunnen dat jij de hele map van bijvoorbeeld chapter 2 niet leuk vond. Dat je zegt van, ja, de hele map van chapter 1 was weg. Ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. Maar goed, laat het eventjes achter in de reacties. Dames en heren, dit was het einde van de video. Codetje nog een
genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zakt de vulvraag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.